Vele jaren geleden heeft u uit handen van de Russische ambassadeur Shulgin een onderscheiding gekregen. Ja. Kunt u nog vertellen waarvoor die was? De ambassade vond dat ik duidelijk probeerde om de relatie tussen Nederland en Rusland te verbeteren. We hebben natuurlijk een historie. Peter de Grote is hier rond 1700 een paar jaar geweest in Zaandam en Amsterdam. En volgens mij heeft hij ook de Nederlandse kleuren van de vlag gebruikt voor de Russische vlag. Hoe kijkt u nu tegen de onderscheiding aan die u heeft gekregen? Ja, ik heb overwogen om hem terug te geven. En ik heb gedacht, dat moet ik toch maar niet doen. Want als ik die onderscheiding teruggeef, dan heb ik verder niks meer te vertellen. Op het moment dat ik die onderscheiding nog heb, kan ik zeggen, jongens, ik ben geen vijand van de Russen. Ik heb een onderscheiding gekregen voor betere betrekkingen. Maar jullie moeten nu toch echt ophouden met die oorlog. Want het is afschuwelijk wat daar gebeurt. Ik heb opnieuw een brief geschreven. Want ik zit hem iedere dag zit ik over hem te mopperen, Poetin. En dan denk ik, ja, ik kan nog wel iedere dag mopperen op die man. Maar laat ik ook eens weer wat van me laten horen. En vandaar die brief. Welke oplossing ziet u? Ja, ik zie de oplossing dat Oekraïne toch een paar concessies moet doen. Met name die Russisch sprekende delen van de Oekraïne, die moeten ze dan maar laten schieten. Ik denk dat dat het offer is dat je moet brengen om een wapenstilstand te krijgen. Ik heb hem ook opgeroepen in die brief om in het verlengde van de onderhandelingen over die graanschepen met Turkije en de Verenigde Naties, is er toen een akkoord gekomen voor die graanschepen uit Oekraïne. En dat is een teken dat er via die lijn misschien toch enige bemiddeling mogelijk is. Heeft u inmiddels antwoord gekregen? Nee, ik heb geen antwoord gekregen. Verwacht u dat? Ik verwacht eigenlijk op zijn minst van de ambassadeur een briefje dat hij mij bedankt voor de brief en dat hij hem doorstuurt naar Poetin. Maar u heeft in ieder geval gedaan wat u vond dat u moest doen in deze situatie. Ik dacht dat ik alleen loop te mopperen, dat heeft ook geen zin. Laat ik het maar eens proberen nog weer. Ik dank u wel.